En dan, dames en heren, zoals jullie weten, zijn er heel veel stomme dingen. Stomme dingen waar we vanaf moeten. En daarom is het tijd voor... En nou is het afgelopen en vandaag is het afgelopen met downtertainment. Oftewel, programma's die puur voor het vermaak een te rooskleurig beeld geven van het syndroom van Down. En dat zijn best wel veel programma's. In Syndroom ontmoet ik mensen met een beperking. Welkom bij Upside Down. Dit is Downtown Dinner. Welkom bij Hotel Syndroom. In Down met Johnny schakelen mensen met een beperking mijn hulp in. Dit is Down the Road. Ja. Het format is, er moet een woordgrap in met Down. En de voornaam van de presentator eindigt bij voorkeur op Onnie. En kijk, sommige programma's zijn best goed geweest voor de emancipatie van mensen met Down. Tuurlijk. Maar het is ook een keer klaar. Eerst maar even kort, wat zien we in al die programma's? Nou, mensen met Down gaan allerlei leuke dingen doen, zoals koken in Downtown, dinner, acteren in Downesty. Ze laten wensen uitkomen in Syndroom. En in Upside Down halen ze pranks uit met mensen zonder Down. Mevrouw, u hebt Down. Geintje, ik heb Down. En dat soort dingen. En nu is het nieuwe seizoen van Down the Road op tv gepresenteerd door Gordon. Dit zijn Lisa, Jurre, Jelke Pieter, Daphne, Chris, Kenya, Troy en Lara. 8 jongvolwassenen met 1 overeenkomst. Ze zijn allemaal geboren met het syndroom van Down. Gezamenlijk gaan zij een avontuur aan. Ja, en dat was een behoorlijk pittige avontuur, namelijk 2 weken Gordon begeleiden. Niet makkelijk. In Down the Road gaan ze op roadtrip om onderweg allemaal epische dingen te doen. We gaan parachute springen. Yes! En paardrijden op het strand. Ja! We gaan met de helikopter. Yeah! Jullie gaan zelfstandig met de trein. Yeah! Yeah! Jullie gaan naar Emmen. Ja, als jij zegt staan. Nee, dan nog liever Hogeveen, maar niet Emmen. Maar even iets minder gezelligs. Zelfstandig met de trein reizen, dat kunnen maar heel weinig mensen met Down. Want om even een beeld te geven, van de 18-jarige met Down in Nederland kan minder dan de helft schoenveter strikken of iemand opbellen. En heel veel Gen Z'ers zitten nu te kijken en denken, iemand opbellen, dat durf ik ook niet of zo. Maar slechts 20% van de mensen met Down kan onder begeleiding een maaltijd bereiden. En slechts 1 op de 10 kan zelfstandig een vertrouwde reis met het openbaar vervoer maken. En een heel klein deel van de mensen met Down functioneert ongeveer op het niveau van die mensen die je in die programma's ziet. Maar een veel groter deel is zwaarder beperkt, zegt deze kinderarts. We hebben ongeveer 40% kans op een kind met een matig verstandelijke beperking. En dan komt de groep met ernstige verstandelijke beperking, die is ongeveer 30%. En de zeer ernstige, dat is 10%. Ja, dat is dus bij elkaar opgeteld 80% die sowieso al nooit in aanmerking zou komen voor die vrolijke Down-programma's. En er zijn ook mensen met Down die functioneren op het niveau van een baby en die leren nooit lopen of praten. En waar het in die programma's ook nauwelijks over gaat, tijdens het parachutespringen, dat zijn hun gezondheidsproblemen. Zo heeft bijna de helft van de mensen met Down een aangeboren hartafwijking. Ze hebben een grote kans op een schildklierafwijking. En 50-80% krijgt Alzheimer, vaak al op jonge leeftijd. En daarom zijn die programma's zo stom. Het is nu echt alleen maar entertainment. En het gaat nauwelijks meer over de keerzijde van het hebben van Down. Want als je die programma's kijkt en Gordon hoort, dan lijkt het alsof ze alles zelf kunnen. Ik laat ook zien in het programma... Of ze laten zelf eigenlijk zien in het programma dat ze gewoon zelf kunnen functioneren en dat ze op zichzelf kunnen wonen. Ja, hij zegt hier dus dat ze gewoon zelf kunnen functioneren en op zichzelf wonen. Ja, een klein deel wel, maar het overgrote deel niet. En hij zegt nog wel meer rare dingen over het Down-syndroom. Hadden we maar allemaal Down-syndroom. Wat? Dit moet een verspreking zijn. Ik heb van de week op tv gezegd, hadden we allemaal maar Down. Jeetje, jongens. Maar jeetje, jongens. Ik blijf het zeggen overal. Hadden we allemaal maar een beetje Down. Hij blijft het echt zeggen. Ik begin de indruk te krijgen dat Gordon eigenlijk geen idee heeft waar hij over praat. Weet hij eigenlijk wel iets van het Down-syndroom? Ik heb er een cursus voor gevolgd. Oh, oké, nee, ja, nee, sorry. Dan, nee, daar heb ik niks gezegd. Dat is een opleiding van 1 dag. Oké, Gordon heeft gewoon Wikipedia gecheckt. Prima.
En deze programma's zijn heel populair, maar familieleden van mensen met Down, die vinden ze soms niet zo leuk. Lars Duursma, een bekende debatexpert, die heeft een broertje met Down, en die zei vorige maand op Twitter dat hij steeds meer moeite heeft met dit soort programma's. Bijvoorbeeld omdat ze totaal niet representatief zijn. Als je iemand op televisie wil hebben, dan ben je eigenlijk op zoek naar iemand die goed uit zijn woorden komt, die verbaal vaardig is, die verstaanbaar spreekt. En als je kijkt binnen de groep met Down, dan heb je het al heel snel over dezelfde 1% die steeds op televisie komt. Want lang niet iedereen kan dat. Nee, je ziet altijd maar een heel klein deel van die groep. En begrijp me niet verkeerd, het is natuurlijk hartstikke leuk voor die mensen. Maar dat zijn dus de meest zelfstandige voorbeelden, dat zijn de uitzonderingen. Maar door dit soort programma's merken artsen zelfs dat aanstaande ouders soms een verkeerd beeld hebben van het Down-syndroom. En dat ze hun verwachtingen misschien moeten bijstellen. En ook de moeder van Sjoerd, een jongen met Down die in een paar van deze programma's zit, die zegt dat mensen vaak onrealistisch hoge verwachtingen van hem hebben. Heel veel mensen overschatten Sjoerd ook, omdat hij heeft een lekkere babbel. Hij kan heel veel vertellen. Maar soms snapt hij ook niet helemaal wat hij zegt, zeg maar. De kans dat mensen hem overschatten, dat ze denken dat hij veel meer kan dan dat hij werkt, dat is zo aanwezig. En dat gebeurt dagelijks. Ja, hij kan veel vertellen, maar soms snapt hij niet wat hij zegt. Dan kan nog wel eens een hele goede minister worden. Ja, toch mensen? Ja. Dus, we zien de meest zelfstandige uitzonderingen en die gaan we dan ook nog eens overschatten. Kijk, die programma's die zijn ooit bedacht om de maatschappij te laten zien dat mensen met Down er ook gewoon bij horen en tegen welke problemen ze aanlopen. En dat is heel goed. En dat heeft ook wel geholpen, maar nu slaat het door. Vindt ook deze moeder die een zoon had met Down. Het is toch af en toe een klein beetje aapjes kijken. Ja. Ze zijn schattig, ze zijn knuffelbaar, ze zijn makkelijk. Het Down-syndroom is het voor de tv best scorende syndroom. Ja, er zijn ook wel eens programma's gemaakt over het Stockholm-syndroom, maar die worden heel slecht gewaardeerd. Al gingen mensen zich daar uiteindelijk dan toch wel aan hechten. Gordon die erkende in een reactie trouwens wel dat er inderdaad gradaties zijn. Hele zware gevallen ook. En over die groep zou hij nog wel eens een mooie documentaire willen maken. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan bungee jumpen! Hallo? Zo is het wel. Ik zeg, laten we gewoon stoppen met dit soort programma's. En tuurlijk moeten mensen met Down ook op tv. Graag zelfs. En bijvoorbeeld in een talkshow die ze wel serieus neemt. Of in een serie zoals GTST of Mokromafia. Dan nemen we ze serieus en dan worden ze ook vertegenwoordigd. En ik snap ook dat ouders hun kind opgeven voor die programma's. Want voor die kinderen is zo'n tv-show natuurlijk ook een enorm avontuur. Ook al is het met Gordon. Maar laten we kappen met programma's waarin die beperking onterecht wordt opgehemeld. Het is nu echt alleen leuk voor de deelnemers en voor mensen die Down-woordgrappen bedenken. Ik zeg kappen. Tot zover. Ave, salvete, facite, fidiatis, editionem, omnem, apud, NPO, ite. Wat? Hoezo is dit te elitair? Die site is toch gewoon voor iedereen? Nou, laat maar dan.